spionagesoftware. Software die uw computer binnen kan dringen. En dat is, en daar van alles te weten kan komen en ook die, apparatuur kan sturen. Dat is heel mooi voor de politie om criminelen te pakken. Na verluid is in Nederland dat ook gebruikt bij het opsporen van Ridwan T. Maar het is ook ingezet, die software, om kritische journalisten te bespioneren. Om politieke tegenstanders te bespioneren. En zelfs naar verluid om binnen te dringen bij de digitale apparatuur van een eurocommissaris. Alle reden om in actie te komen. Met name voor het Europees Parlement om in actie te komen. Dat heeft onderzoek verricht naar de verspreiding van die software en de mogelijkheden en wenselijkheden om die verspreiding tegen te gaan.